Van harte welkom namens uitgeverij De Bezige Bij, Spui 25 en Atheneum Boekhandel achter in de zaal. Bij deze presentatie van alweer het derde boek van Thijs Leister. Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meenten. Ook het derde boek trouwens dat we hier bij Spui 25 presenteren. Een podium dat in de loop der jaren een heel mooie plek veroverd heeft in het culturele leven van Amsterdam. En Thijs is denk ik een van de weinige auteurs die hier al drie keer zijn boek heeft mogen presenteren. Dus dat vind ik ook wel mooi om even bij stil te staan. Sorry voor de vertraging. Iedereen is er. We kunnen gaan beginnen. Mijn naam is Haie Koningsveld. Ik ben hoofdredacteur non-fictie bij De Bezige Bij. En ik heb met Thijs aan zijn boek gewerkt. Met dit boek is Thijs de eerste die voor een algemeen, niet-academisch publiek een Nederlandstalig boek heeft geschreven over de commons. Ik heb het vanochtend nog even opgezocht online en er hebben zich nog geen concurrenten hoog aan de zoekresultaten gemeld. Terwijl het toch een onderwerp is dat binnen de politieke en cultuurfilosofie en in de economie en sociologie al langer voorwerp is van onderzoek en debat. En het onderwerp is urgent genoeg. Onder invloed van de crisis die ons deze tijd teisteren, klimaatcrisis, economische crisis, pandemie, is ons zelfbeeld als autonoom, zelfstandig, op consumptie en eigen succes gerichte individuen aardig aan het wankelen gebracht. En de vraag over wat ons verbindt, wat we gemeen hebben, wordt daardoor steeds vaker en sterker gesteld. En het antwoord op die vraag wil nog wel eens wat onwelriekend zijn. En de traditie van het denken over de commons of de meenten, zoals Thijs ze in zijn boek noemt, kan daar tegenwicht tegen bieden. En dat laat hij in het boek op heel interessante wijze zien. Ik wil daar best inhoudelijk nog meer over vertellen, maar aangezien we de auteur zelf in huis hebben, laat ik hem daar graag zo meteen over aan het woord. Maar ik wil wel even stilstaan bij Thijs Leister als schrijver. Ik denk dat dit boek een hoogtepunt markeert in wat we inmiddels zijn oeuvre mogen noemen. Lezers van zijn essays zullen zijn analytische scherpte, zijn heel natuurlijke stijl van argumenteren en zijn grote helderheid herkennen. Ik ken weinig auteurs die notoir moeilijke denkers als Adorno, Benjamin, Rancière, om maar een paar heren te noemen, zo toegankelijk kunnen presenteren en vruchtbaar kunnen maken voor een actueel debat als Thijs. Waar zijn twee vorige boeken verzamelingen waren van eerder gepubliceerde stukken, is dit boek van het begin af aan echt als geheel gedacht. Dat vergde wat meer tijd en af en toe terug naar de schrijftafel, maar het resultaat is er zeer naar. Mart Smeets zou zeggen, mag ik dit een magnum opus noemen? Ja, dat mag ik. Als uitgever doe ik nooit uitspraken over prijzen, Socratesbekers, scheepsrecht en dat soort dingen. Maar ik spreek wel graag de bescheiden wens uit dat dit boek heel veel lezers gaat bereiken. En het zal ze heel veel brengen. Thijs, hartelijk gefeliciteerd met je mooie boek. Hoe ziet het programma er vandaag uit? Allereerst geef ik zo meteen het woord aan de auteur, die een korte inleiding over zijn boek zal geven. Thijs zal ook de sprekers die na hem komen wat uitgebreider introduceren. Ik noem ze nu vast kort. Na Thijs is het woord aan Koen Wijnands van het Commons Lab in Antwerpen. Daarna volgt hier aan tafel een gesprek tussen Koen Wijnands en Thijs Leister onder leiding van filosoof en journalist Alexandra van Ditmars. Tussen de verschillende onderdelen door, en zij wordt vanzelf aangekondigd, draagt Hanna van Binsbergen gedichten voor. En afsluitend is er een borrel. En dat lijkt me een heel mooi programma. Zeker ook als opmaat voor datgene waar jullie natuurlijk allemaal voor komen. Aan het eind kun je het boek van Thijs kopen bij de stand van Atheneum Boekhandel achter in de zaal. En wie weet wil Thijs er wat aardigs voor je in schrijven. Ik wens jullie heel veel plezier en geef nu graag het woord aan Thijs Leister. Bedankt, Haaien, voor je mooie woorden en je mooie aankondiging. Ik ga
proberen om een boek van 300 pagina's in een kwartiertje uit te leggen. Nee, dat gaat natuurlijk niet lukken, dus het zal noodzakelijk wat inleidend en wat oppervlakkig blijven. Maar hopelijk krijgt u toch een idee van de inhoud van het boek. En om dat te doen wil ik beginnen met een anekdote. Een nacht in 1980... Dennis M. Hope, een Amerikaanse autoverkoper, die is ten einde raad. Hij zit diep in de schulden. Hij is recent gescheiden. Hij kan zijn rekening niet meer betalen. En hij zit te denken van hoe kom ik toch aan geld? Hoe kom ik toch uit die schulden? Hij zit te denken, had ik maar ergens een stuk land om te verkopen of om te verhuren? En terwijl hij zo zit te denken, het is midden in de nacht, hij tuurt uit zijn raam en hij kijkt naar de volle maan. En dat is een soort eureka-moment voor hem. Hij denkt in één keer van, wat als ik daar eens land ga verkopen? Hij duikt de boeken in, hij doet wat onderzoekswerk en hij komt erachter dat volgens de Verenigde Naties geen enkel land eigendom kan claimen op hemellichamen. Maar Dennis M. Hope is geen land. Hij is een persoon. Dus hij stuurt een fax naar de Verenigde Naties. Voor de mensen die voor 1990 geboren zijn, een fax is een papieren e-mail. En hij claimt daarin eigendom op de maan. En in één moeite door ook Mars, Venus, Mercurius en Io. En vanaf dat moment begint hij percelen op de maan te verkopen. Die zien er zo uit. Die gaan als warme broodjes over de toonbank. En intussen kan hij daarvan leven. Hij heeft daar een goedlopend bedrijf mee. Nee, dat klinkt natuurlijk absurd. Het klinkt als een oplichter. Dat is het waarschijnlijk ook. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen, waarom vinden we dat inderdaad zo absurd? Nou ja, omdat we het idee hebben van, ja, die maan die is natuurlijk van niemand. Of hij is van iedereen. En zo is het in wezen ook vastgelegd in de zogenaamde Moon Treaty van de Verenigde Naties, die overigens slechts door 18 landen is getekend, waarin de maan als the providence of all mankind wordt beschouwd. Maar waarom vinden we dat inderdaad in het geval van de maan zo absurd, maar vinden we het hier op aarde eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, wanneer percelen worden verkocht? En als je dat inderdaad vanuit dat perspectief van dat voorbeeld van Dennis M. Hope bekijkt, dan is dat misschien niet zo vanzelfsprekend. En dat is ook niet altijd vanzelfsprekend geweest. Getuige bijvoorbeeld dit citaat van Jean-Jacques Rousseau, die het volgende zei: de ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij, dat was hij die als eerste een stuk grond omheinde, zich verstoutte te zeggen, dit is van mij, en onnozelaars trof die hem geloofden. Hoeveel misdaden, oorlogen, moordpartijen, ellende en verschrikkingen zou het mensengeslacht niet bespaard zijn gebleven als iemand toen de palen had uitgerukt of de gracht had dichtgegooid en zijn medemensen had toegeroepen, luister niet naar deze bedrieger. Jullie zijn verloren als jullie vergeten dat de vruchten van de aarde voor iedereen zijn en dat de aarde van niemand is. Nee, ik heb die laatste sectie heb ik onderstreept. Hè, voor iedereen, van niemand. Dat zou je eigenlijk een hele korte definitie kunnen noemen van de meent, van de commons. Iets wat voor iedereen, maar van niemand is. En daarover gaat het boek, of dat probeer ik in het boek verder te onderzoeken. Dus wat is die meent? Nou, het woord zelf heeft in zichzelf een lange geschiedenis, teruggaan tot het Indo-Europese mei of het Latijnse communis, verwijzend naar dat wat circuleert, dat wat gedeeld wordt. En met name in de middeleeuwen kennen we het als gedeelde bronnen waar iedereen gebruik van kon maken zonder dat het inderdaad iemands exclusieve eigendom was. Bijvoorbeeld velden waar iedereen zijn vee kon laten grazen of het bos waar iedereen hout kon sprokkelen, waterbronnen, noem maar op. Waarbij de regel vooral was dat je dat je niet meer gebruikte dan voor jezelf. Nou is wel bekend dat de geboorte van het kapitalisme vanaf de 16e eeuw zo'n beetje, dat gepaard ging met een zogenaamde enclosure of the commons. Hè, dus het onteigenen of letterlijk omheinen van die meenten. En
De historicus David Bollier die noemt het wel een stille diefstal. Hè, omdat eigenlijk die gemeenschappen onteigend werden. Maar omdat dat bij wet geregeld werd. En eigenlijk door de staat gefaciliteerd werd. Werd dat niet als een diefstal gezien. Tegelijkertijd was er wel degelijk een bepaald bewustzijn daarvan. Hè, getuigen dit rijmpje uit de 17e eeuw. Wat ik vind dat eigenlijk iedereen uit zijn hoofd zou moeten leren. The law locks up the man or woman who steals the goose from off the common, but leaves the greater villain loose who steals the common from off the goose. Ja, dus degene die de common steelt, die wordt niet in het gevangen gegooid, maar degene die van het land, van het eigendom steelt, die wel. Evengoed, hè, ondanks dat het die stille diefstal was, was er natuurlijk wel degelijk her en der verzet. We kennen de diggers, de levelers. Hè, die namen komen ook voort uit het letterlijk die omheining uit de grond trekken. Hè, de afrasteringen als het ware met de grond gelijk maken. Maar dat verzet werd natuurlijk vaak flink de kop ingedrukt. Hè, zoals de oude Karel schreef. De geschiedenis van deze onteigening is in de annalen der mensheid geschreven met bloed en vuur. Die kon het altijd mooi zeggen, die Karel. Van het verleden nu naar de tegenwoordige tijd, want vaak wordt aangenomen dat die enclosure of the commons, dat een soort van historisch gebeurtenis is, die misschien tragisch was, maar die misschien ook noodzakelijk en grotendeels ook onomkeerbaar is. Marx zelf trouwens spreekt over primitieve accumulatie. Hè, als iets inderdaad wat lang geleden gebeurd is, maar wat eigenlijk niet meer aan de orde van deze tijd is. Maar als je meer recente theoretici daarover leest, dan zeggen die eigenlijk dat die onteigening van de gemeente een voortdurend proces is. Dat eigenlijk nog steeds in gang is, dat het nooit echt weg geweest is, maar dat het misschien juist met het neoliberale kapitalisme weer opnieuw een soort hoogtepunt bereikt. Nou ja, wat zijn voorbeelden daarvan? Er zijn talloze voorbeelden te noemen. We kennen het neoliberalisme natuurlijk zelf als gekenmerkt door het onteigenen van publieke diensten, privatisering van nutsvoorzieningen, van sociale huisvesting en noem maar op. In de zorg, in het onderwijs, in het vervoer enzovoort. We zien het ook wereldwijd. Het feit dat bijvoorbeeld water wereldwijd in toenemende mate geprivatiseerd wordt door bedrijven als Nestlé en Coca-Cola. Dat een bedrijf als Monsanto een monopolie heeft op eenjarige zaden, waardoor ze voedselvoorziening in toenemende mate beheren. En inderdaad zelfs het voorbeeld van Dennis Hope, wat zo absurd klonk. Een aantal jaren geleden is in het Amerikaanse congres de zogenaamde Space Act aangenomen, die het private ondernemingen toestaat om asteroïden te mijnen, om daar delfstoffen vandaan te halen. Dat is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar het legt inderdaad al wel in wezen de ruimte open voor, of de weg open voor de privatisering van de ruimte. Iets anders wat we over de hedendaagse gemeente kunnen zeggen, en wat inderdaad ook door verschillende theoretici al is gezegd, is dat we vandaag de dag ook niet meer alleen over die natuurlijke gemeente spreken, maar ook over kunstmatige of menselijke gemeente. Dus dat je in wezen ook kennis, data, cultuur, de taal zelf, sociale relaties enzovoort, dat je die ook als vormen van meenten kan beschouwen. En het is ook niet voor niks dat juist vanaf de jaren 90, met de opkomst van het internet, dat denken over de meenten weer een nieuwe impuls kreeg eigenlijk. En dan zie je inderdaad ook dat, een voorbeeld daarvan of een bekend voorbeeld daarvan is Wikipedia natuurlijk. Hè, de online encyclopedie waar iedereen aan bij kan dragen en zonder dat een commerciële onderneming is. Het is in wezen in eigendom en in beheer van de gebruikers. En in tegenstelling tot die natuurlijke meenten,
is een extra kenmerk hiervan eigenlijk dat hier de goederen niet schaars zijn, zou je kunnen zeggen. Dus als ik een idee heb en ik deel dat met jou, dan kan ik dat idee ook nog altijd gebruiken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dat idee daardoor des te effectiever wordt. Een interessante paradox daarbij is dat je ziet dat hedendaagse vormen van kapitalisme eigenlijk steeds verder afhankelijk zijn, zichzelf afhankelijk maken van die meente, dus van ons gedeeld gebruik van creativiteit, van data, van sociale relaties, bijvoorbeeld via Facebook of TikTok of wat dan ook. Maar tegelijkertijd moeten daar ook telkens een hekje omheen zetten. Dus dat delen, dat wordt enorm als het ware gestimuleerd, maar het moet ook telkens weer onteigend en als het ware afgeroomd worden. En die paradox probeer ik inderdaad ook in het boek te beschrijven. En dat doe ik aan de hand van een aantal meenten. In het boek staan hoofdstukken over de universiteit als kennismeent, de online wereld en ook de stad als een meent. Aan de hand van die voorbeelden probeer ik die dynamiek te analyseren. Nee, goed, daar ga ik nou niet op in, maar wat ik erover wil zeggen is dat ik een aantal dingen daaruit af probeer te leiden. In de eerste plaats, wat ik eigenlijk al zei, dat die onteigening of vernietiging van de meente dus niet een historisch eenmalig iets is, maar voortdurend doorgaat. Maar, en dat is de soort van hoopvolle kant daarvan, dat betekent dus ook dat er telkens weer nieuwe meenten gecreëerd worden, hè, door menselijk gemeenschappelijke activiteit en creativiteit. Betekent in tweede plaats dat de meenten dus niet een soort statisch ding zijn, niet een soort van vaste categorie objecten, omdat ze bestaan bij de gratie van activiteiten die meenten in stand houden, van de activiteiten van het delen. Op dezelfde manier waarop je kan zeggen dat een gemeenschapstuintje alleen maar kan bestaan bij de gratie van het wekelijks tuinieren van die buurtgemeenschap. En dat betekent dus ook dat niets vanuit zichzelf een meent is. En dat dus in wezen alles in potentie ook een meent zou kunnen zijn. Of zoals dat in het Latijn mooi heet, omnia sunt communia. Alles is gemeenschappelijk. En daarom introduceer ik in het boek ook een nieuwe term, namelijk gemeenzin. Gemeenzin, daarmee bedoel ik vooral te zeggen dat inderdaad of we iets beschouwen als een vorm van koopwaar en als iets wat op de markt verhandeld moet worden, of dat we iets beschouwen als meent, hangt af van de manier waarop wij daar zelf naar kijken en hoe we dat behandelen. Je zou dat dus een soort van gestaltswitch kunnen noemen, hè, à la de eend en haas van Wittgenstein. Maar tegelijkertijd is het iets dynamischer dan dat. Hè? Omdat die eend-haas, dat is één en hetzelfde plaatje natuurlijk. Dat blijft hetzelfde en het gaat om de manier waarop je ernaar kijkt. Maar wat ik tegelijkertijd wil zeggen is dat door anders te kijken, door een andere lens als het ware te kijken, zal dat ook dat ding zelf gaan veranderen. Dus het heeft wat dat betreft meer het karakter van deze Escher-print, dat hoe je ernaar kijkt zal ook die werelden als het ware uit elkaar doen groeien. En we hebben natuurlijk in de afgelopen decennia neoliberalisme telkens geleerd om allerlei dingen als een vorm van koopwaar te beschouwen. Dus huizen, onderwijs, onszelf als ondernemer van onszelf en als verkoper van onszelf. En dat heeft natuurlijk voor talloze problemen en talloze crisis gezorgd. Maar dat was voortdurend de enige manier eigenlijk van kijken die die denkbaar was en die was toegestaan. Hè, volgens bekende dictum van Margaret Thatcher dat er geen alternatief was. En de vraag is dus, kunnen we die tendens omdraaien? En op het moment dat we inderdaad door de bril niet van de koopwaar, maar van de meent kijken, kunnen we dan inderdaad ook op weg gaan naar een andere wereld? Wat dat betreft, beroemde uitspraak van Marx dat de filosofen de wereld anders hebben geïnterpreteerd en dat het erop aankomt om haar te veranderen. Ik zou zeggen dat die twee dingen nou samenhangen. Dat de manier waarop we de wereld interpreteren ook nou samenhangt met onze wil of onze neiging om die wereld te veranderen.
Dus dat is vooral wat ik met dat begrip gemeenzin op het oog heb. En bovendien staat, denk ik, die lens van de gemeente ons ook toe om allerlei vormen van bestaande sociale strijd aan elkaar te verbinden. We zien natuurlijk aan alle kanten nu protesten, klimaatprotesten, protesten in het hoger onderwijs, de bekende WO in actie groep. De groeiende kritiek tegen de manier waarop onze data in de handen van grote platforms zijn. Ik verwijs daar naar Collectivize Facebook, een project van de kunstenaar Jonas Staal. En tenslotte natuurlijk het woonprotest, hè, tegen de privatisering op de huizenmarkt ageert. Al die protesten die worden breed gedragen, daar bestaat veel sympathie voor. Maar tegelijkertijd zijn het ook nog min of meer, nou ja, niet lokale, maar in elk geval die vinden binnen hun eigen sfeer plaats, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat die lens als het ware van de gemeente ons kan helpen om te laten zien hoe al die verschillende protesten in wezen deel uitmaken van één en dezelfde strijd. Namelijk die strijd om de gemeente. Namelijk die dingen die nodig zijn voor de instandhouding van ons sociale en individuele leven. En dus daarom, in het slot van het boek introduceer ik de term communisme. Ik besef dat ik daarmee me op glad ijs begeef natuurlijk. Hè, omdat je iedere kanttekening die bij het kapitalisme wordt geplaatst, dan word je direct al als het ware in de hoek van Stalin en de gulag gedrukt. Hè. Dus wat dat betreft is die term zelf een provocatie natuurlijk. Maar ik wil ook daarmee ook wel laten zien dat die associatie met Stalin en de gulag, dat die natuurlijk ook heel lang als een soort van heel lang een soort verstikkende werking heeft gehad op überhaupt het mogen nadenken over alternatieven. Dat heb ik in wezen natuurlijk ook al in de grote vlucht inwaarts willen zeggen, dat de grote sprong voorwaarts van Mao, dat die ervoor gezorgd heeft dat we niet meer over de maakbaarheid van de samenleving mogen nadenken en alleen nog maar over de maakbaarheid van het individu. Maar goed, die ene letter verschil van communisme naar communisme, daarmee wil ik tegelijkertijd ook wel degelijk het belang van de gemeente, dus van de commons, benadrukken. Die het natuurlijk juist ook onder Stalin niet altijd gemakkelijk hadden. De nadruk bij de commons ligt juist ook op het democratische karakter daarvan. De democratie behoort in mijn optiek tot het hart van de gemeente, omdat het niet alleen gaat om het gedeelde bezit of het gedeelde gebruik van bronnen, maar ook om de gedeelde verantwoordelijkheid en zeggenschap daarover. Wat ik tenslotte ook met die term wil zeggen is dat er zonder gemeenten geen gemeenschap kan zijn. En dat haakt inderdaad een beetje aan bij wat Haaien in het begin al zei, dat er natuurlijk vandaag de dag heel veel discussie en heel veel gesprek over gemeenschapszin is. En we moeten meer gemeenschapszin hebben. We kennen dat uiteraard ter rechterzijde, hè, waar de bruine dampen van af komen. Maar ook ter linkerzijde hoor je dat natuurlijk dikwijls. Hè. Bas Heijnen die schrijft daar veel over. Jan Terlouw die had het natuurlijk over dat touwtje uit de brievenbus. Maar wat ik eigenlijk met dit boek ook heb willen laten zien, is dat gesprek over gemeenschapszin, dat vind ik absoluut belangrijk. Ik denk dat het relevant is dat we dat niet zomaar moeten afschrijven. Maar dat we het niet over gemeenschap en gemeenschapszin kunnen hebben zonder het ook over die gemeenten te hebben. Want dat wordt volgens mij als het ware die materiële onderlaag van die gemeenschap, die wordt te vaak genegeerd in die discussie over gemeenschapszin. Daar wil ik het voor nu bij laten. We zullen misschien in het gesprek later nog wel op dingen terugkomen. Laat me heel kort iets zeggen over waarom ik de sprekers van vandaag heb uitgenodigd. Dit boek komt in wezen voort uit een onderzoeksproject aan de Universiteit van Antwerpen, waar ik de afgelopen jaren bij betrokken was. Afgelopen zomer was daar een slotcongres en daar leerde ik Koen Wijnands kennen en zijn Commons Lab.
Ik zelf ben natuurlijk als filosoof vooral aan het denken over de meente, maar Koen die brengt ze eigenlijk dagelijks in de praktijk, zoals hij zo meteen zelf zal laten zien. En dat doet hij volgens mij op een hele inspirerende manier en een hele uitdagende manier. Dus ik ben heel blij, Koen, dat je daarover wat wil komen vertellen. En het spijt me eigenlijk dat ik zo laat eigenlijk pas met jouw praktijken in aanraking ben gekomen, terwijl we notabene bij elkaar om de hoek zaten. En daarnaast heb ik ook Hanna van Binsbergen uitgenodigd. Hanna is een oud student van mij toen ik een gastcollege gaf aan de Universiteit van Amsterdam. Intussen een zeer succesvol en gelauwerd dichter en romancier. En sinds kort, ik weet niet zeker of ik dat al mag zeggen, hoofdredacteur van de Nederlandse tak van Jacobin, een socialistisch tijdschrift. Dus je zou Hanna een succesvol voorbeeld van linkse indoctrinatie in het hoger onderwijs kunnen noemen. Hoewel ik daar absoluut niet de credits voor wil nemen. Ik ben heel blij en vereerd dat zij aanwezig zijn. Ik geef zo meteen het woord aan Koen. Laat me tenslotte nog heel snel een paar mensen bedanken vanaf deze plek. Allereerst Haaien. Dank voor je goede begeleiding. Voor inderdaad op het juiste manier ook bijsturen, afremmen. Terug naar de schrijftafel sturen. Haaien, ik weet niet zeker of dit boek nu dat verkoopsucces à la Rutger Bregman zal worden, waar we het wel eens over gehad hebben. Maar ik hoop even goed dat je met evenveel plezier als ik aan gewerkt hebt. Dus heel erg dank voor je raad. Hier niet aanwezig, maar wil ik toch noemen Pascal Gielen. Zonder hem en de andere onderzoekers van Antwerpen, van het Culture Commons Quest Office, was dit boek er zeker niet geweest. Dus dank Pascal in afwezigheid. Mijn familie natuurlijk, in het bijzonder mijn vader, die komt net binnenwandelen omdat hij een parkeerplek nog moest zoeken. En mijn broer ook aanwezig. Danielle, voor alle liefde en ondersteuning. Natuurlijk ook mijn kinderen die hier niet aanwezig zijn. En tenslotte mijn vrienden en in het bijzonder ook Jan Sietsma, aan wie het boek opgedragen is. En die iedere bladzijde onder ogen krijgt als eerste en kritisch leest. Dus als er nog fouten in het boek staan, dan is dat geheel aan Jan te wijten. Dank jullie wel. En Koen, graag het woord aan jou. Oké. Goed, goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Ik heb dat wel eens voor in Amsterdam. Als ik iets om te drinken bestel, dat is een het Engels antwoord. Dus ik vraag me dan af. Spreek dan geen goed Nederlands, maar goed, ik ga mijn uiterste best doen om mijn accent een beetje onder bedwang te houden. Thijs had mij gevraagd, en ik was wel vereerd, maar ik had aan Thijs direct geantwoord van waarom neem je niemand uit Amsterdam, want in Amsterdam zijn ook heel interessante commons-initiatieven, maar gelet op zijn link met Antwerpen, wou wij specifiek iemand uit Antwerpen. Want ik vind dat zelf soms wel irritant als er Nederlanders in Antwerpen komen vertellen over dingen die wij eigenlijk ook weten. Maar goed. Dus alle respect ook voor de Amsterdamse commoners die er ook effectief zijn. Er is ook een commonslab in Amsterdam bijvoorbeeld. Goed, ik heb gewoon een aantal foto's uit mijn leven geselecteerd. Het leukste is natuurlijk dat jullie allemaal eens naar Antwerpen komen. Dat is een goede anderhalf uur met de trein. En dan kan ik jullie dat ook allemaal gewoon in het echt laten zien. Dat is nog veel leuker. Dus dit zijn eigenlijk bijna allemaal foto's van mijn wijk, Antwerpen-Noord. Voor de mensen die daar een klein beetje bekend zijn, als je het Centraal Station uitwandelt, gewoon altijd rechtdoor lopen richting Parkspoor Noord. Dat ligt zo een beetje een rare buurt voor veel mensen. Het is een beetje een aandachtsbuurt. Het is eigenlijk een aankomstwijk. Alle mensen die in Antwerpen aankomen, gaan eerst in Antwerpen Noord wonen, omdat het heel goedkoop is. Maar wilde er eigenlijk ook zo snel mogelijk weg. In mijn geval was dat eigenlijk ook de bedoeling, maar ik ben er eigenlijk toch al 20 jaar blijven plakken en ik ben helemaal
geworteld in die buurt. Ook dankzij al dat meenten. Dus er is één grote gemeenschap gegroeid in de 20 jaar dat ik daar zelf ben gaan wonen. Dit is een klassiek voorbeeld, dat is absoluut niets bijzonder speciaals. Ook in Amsterdam heb je heel veel gemeenschapstuinen. Ik kan over die gemeenschapstuin 2 uur babbelen. Ik ga dat beperken. Dus dat is in een publieke ruimte. We hebben heel lang moeten onderzoeken van wie dat die ruimte nu specifiek is en welke ambtenaar daar verantwoordelijk is of welke politicus of politica. En eigenlijk de stad wist het zelf niet van wie is hier nu eigenlijk voor verantwoordelijk. Heel veel van die grond werd eigenlijk ook verwaarloosd, dat werd niet beheerd. En dat is dan eigenlijk altijd heel interessant als burger van hier is iets aan de hand en dit is interessant om te gaan claimen. En dat hebben we 10 jaar geleden bijna gedaan. En dit is eigenlijk een foto van ons jaarlijks tuinfeest van vorig jaar. En voor mij is dat echt een heel mooi beeld wat ik van alles zie, wat ik zelf heel leuk vind. Ik zie heel veel verschillende soorten mensen. Ik zie, ja, er wordt ook van alles gedeeld. Dat kan je natuurlijk niet zien, maar iedereen bracht eten mee. Dat was eigenlijk een geweldig leuke dag. En na 10 jaar zijn wij nog altijd ook aan het groeien. Dus wij hebben geen officiële toelating van de stad Antwerpen. Maar het interessante is, ondertussen zijn er heel veel ambtenaren van de stad die toch sympathie voor ons hebben. En wij worden eigenlijk gedoogd. Dus de gemeenten in Antwerpen, wij hebben nog geen kader, maar wij worden gedoogd. Dus dat is een interessante evolutie. En nu experimenteren wij overal met allerhande interventies in publieke ruimte, in straten, pleinen. Proberen wij eigenlijk opnieuw te claimen en zelf te gaan beheren als een gemeengoed, niet als een publieke ruimte. Goed, wij hebben ook kippen in de buurt waar wij samen voor zorgen. We hebben daar ook een kiphok geïnstalleerd. Dat is eigenlijk een zeecontainer. We hebben ook een grote haven met heel veel zeecontainers die ook weggesmeten worden. En die hebben wij daar ook zonder toestemming geplaatst. Dus we vinden het ook heel leuk om buiten de lijntjes te kleuren. En we hebben dan conflict met de stad. En dan proberen we eigenlijk tot een gesprek te komen. Dat lukt dan niet. Maar eigenlijk, die container staat er nu 3-4 jaar. En eigenlijk, na een paar jaar, weet de stad niet meer dat die container er staat. Dus dan is dat probleem eigenlijk volledig opgelost. Dus je moet er altijd even een conflictje door. Maar tijdens ook COVID waren die kippen enorm populair. En heel veel gezinnen die even buiten gingen wandelen, zeker ook met jonge kinderen, kwamen naar die kippen kijken. En eigenlijk, die kippen waren in het begin heel omstreden, omdat die overlast zouden gaan veroorzaken in een buurt waar al heel veel overlast is. Maar eigenlijk zijn heel veel mensen nu van die kippen gaan houden. Die worden ook door verschillende mensen samen verzorgd. We hebben daar ook compostbekken. Wij verzamelen ook allemaal groen afval, dat wij ook als een gemeengoed, als een waardevol iets verzamelen, verwerken, beheren, om dan vervolgens ook in onze gemeenschapstuin te gebruiken. Ook groeien er allerhande nieuwe samenwerkingen. Die container is heel mooi beschilderd door mensen met een mentale beperking. Een instelling zocht eigenlijk wat nuttige bezigheden voor mensen met een mentale beperking. En zo hebben wij ondertussen heel veel van die interventies gedaan. En die mensen kunnen daar dan ook prachtige dingen van maken. En ja, geweldig. Ook scholen komen op bezoek met kinderen die voor de eerste keer een kip zien, kunnen vastnemen. En ja, er ontstaan allerhande dingen. We laten dat ook allemaal los. En ja, heel leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. Water is ook een kostbaar goed. En eigenlijk zo is Commonslab een paar jaar geleden ook begonnen. Dat was mijn Eureka-moment. Eigenlijk waren wij onbewust aan het meenten. We hadden eigenlijk een eerste regenton geïnstalleerd in Antwerpen, die dat we dan eigenlijk collectief gingen beheren. Omdat we eigenlijk meer en meer schaarste hebben aan water in de zomer. Op andere momenten is er veel te veel water, dus we moeten dat water anders gaan beheren. Meestal doet de stad dat of de overheid. Maar eigenlijk hebben we ontdekt van wij als burgers kunnen dat ook. En ondertussen hebben we overal in Antwerpen zelf regenputten geïnstalleerd. Ondergronds, op straten, op pleinen. En eigenlijk beheren wij die allemaal. Dus overal zijn er andere collectieven die dat eigenlijk beheren. Ook mobiliteit. Ik heb zelf geen eigen wagen, al lang niet meer. Maar ik heb wel, omdat ik nogal een bezige bij ben, heb ik wel iets van transportmiddel nodig. En we hebben dus ook een gedeelde buurtcargofiets. Iedereen mag die gratis gebruiken. Die is ons geschonken.
Achteraf hebben vrienden van mij, want ik ben zelf heel onhandig, daar op een nieuwe back op gemaakt. En het onderhoud, want ja, al die dingen die dat wij gebruiken zijn oud en hebben heel veel beheer nodig, gaan constant stuk. Dus soms, ja, ik betaal soms die herstellingen bijvoorbeeld zelf. Ik was vroeger ook ZZP'er en ik zeg dat dan mee in mijn boekhouding. En dat was ook een manier dat de overheid eigenlijk onze gemeenten ook op een of andere manier mee ondersteunde. Dan nog een ander voorbeeld. Wij hebben ook heel veel kerken. En ja, het aantal gelovigen, of toch de mensen die in de katholieke godsdienst geloven, neemt af. En er is eigenlijk één kerk bij mij om de hoek. Ik kende die kerkbeheerder en die had mij een rondleiding gegeven. Die is helemaal onderkelderd, 1300 vierkante meter. Dat is een gigantisch grote kerk, een van de grootste kerken van Antwerpen. Die kerk staat bijna leeg, die is nog in gebruik, dus die is niet ontwijd. Maar sinds een aantal jaar delen wij die kerk ook met de katholieke gemeenschap en organiseren wij activiteiten, vooral in de kelders, daar mogen wij doen wat we willen. Maar ook in de kerk zelf worden er ook een aantal activiteiten georganiseerd. En wij zijn nu ook met het bisdom, ik weet niet of dat hetzelfde heet in Nederland, wij zijn nu ook met het bisdom in Antwerpen aan het onderhandelen over al die eigendommen van de kerk. En eigenlijk, de kerk heeft nog wel wat eigendommen. Maar die worden in een snel tempo geprivatiseerd. En de kerkleider in Antwerpen heeft mij uitgelegd van ja, zij moeten dat ook verkopen van de overheid om eigenlijk de kosten van al die renovaties te financieren. Dus wij moeten met de kerk en met de overheid gaan onderhandelen van hoe kunnen wij dit in handen van de gemeenschap krijgen of terug gaan geven. Maar daar zie ik heel veel potentieel. Ik denk dat er ook in Nederland nog heel veel kerken zijn. Dus dat is ook een heel interessant iets. Niet alleen de gebouwen, de infrastructuur, maar ook heel veel landbouwgronden. En ook ja, landbouwgronden zijn schaars, heel duur in Vlaanderen. En we hebben heel veel voedsel nodig dat op een fatsoenlijke manier geproduceerd wordt. Niet op de manier waarop dat vandaag de dag gebeurt. Maar om dat mogelijk te maken, hebben wij toegang nodig tot die gronden. En daarom zijn ja, die samenwerkingsverbanden ook met bijvoorbeeld het bisdom heel belangrijk. Goed, ik denk dat ik misschien wat sneller moet gaan, maar ik kan zo eigenlijk nog uren doorgaan. Dus ook, wij houden ook bijencollectief sinds 2 jaar. Dus ook de bijen zijn volgens ook van iedereen. Dat is ook heel interessant. En dat is ook interessant met een commons-initiatief. Je moet eigenlijk altijd, er zitten altijd 2 lagen in. Je moet altijd leren hoe dat je iets beheert, in dit geval bijenkolonies. Je moet die bijenkolonie leren begrijpen. Hoe werkt dat? Hoe zorg je daarvoor? Maar je moet eigenlijk ook op een tweede laag leren samenwerken met andere mensen. En zeker in het geval met imkeren is dat echt een enorme uitdaging, want alle imkers hebben ook allemaal eigen ideeën hoe dat bijen gehouden moeten worden. Dus dat is zeer uitdagend om dat collectief te doen. Heel veel imkers zijn eigenlijk wel een beetje einzelgangers. Misschien is dat in Nederland anders, maar dus het was echt wel atypisch om het collectief te gaan beheren, maar het is zeer boeiend. We hebben ondertussen ook een kleine coöperatie opgericht. Dus het coöperatieve model is hier uiteraard ook heel gekend in Nederland. We hebben in Vlaanderen niet echt een heel grote traditie, niet meer met coöperaties. Maar we hebben in Antwerpen-Noord ook een wijkcoöperatie opgericht, waarbij we eigenlijk alle producenten in Antwerpen-Noord in één platform steken. Het is eigenlijk gewoon een webshop waar mensen uit de wijk en daarbuiten producten kunnen kopen, die daarbij dan ook op een heel simpele manier op straat verkopen. En daar, die worden wel verkocht, maar met die inkomsten proberen wij terug te investeren in de commons van Antwerpen-Noord. Wij verdienen absoluut helemaal niet veel geld hiermee. En ik denk dat ik droom van een grote commons transitie van Vlaanderen en in Europa en in de wereld. En we gaan er ook heel veel kapitaal voor nodig hebben. Dus op dit moment met dit soort, het zijn experimenten, we leren daar heel veel mee, maar hier gaan we de grote transitie zeker niet mee financieren, maar het leert ons wel. Er is ook heel veel draagvlak, heel veel mensen uit de wijk vinden dat heel leuk en vinden dat ook leuk om in de wijk te investeren. Dit is dan nog een hobbyprojectje.
België kent veel lekkere bieren. Er is één bier dat ik zelf en ook een aantal vrienden van mij heel lekker vinden. Oude Geuze uit de Brusselse rand. Een heel speciaal bier, een heel zuur bier. Je moet er echt liefhebber van zijn, maar het is ook vrij exclusief. We hebben eigenlijk een paar jaar geleden zijn we eigenlijk groepsaankopen beginnen organiseren om dat exclusief bier ook vlot tot een groter publiek te krijgen. Dus wij ontzorgen eigenlijk heel veel mensen. We gaan dat en masse halen met een aantal vrachtwagens van de streek van Brussel naar Antwerpen. En wij regelen dat, al die onderhandelingen. En wij kunnen ook iets van de prijs doen. Want onze bierproducenten hadden het moeilijk, zo gezegd, tijdens corona. Maar in alle eerlijkheid blijkt, ik denk toch dat het eerder kapitalisten zijn. Maar goed. Ook fietsen. Ik fiets graag. En hier in Amsterdam wordt ook heel veel gefietst. En ook dat doe ik collectief. En eigenlijk is dat ook een soort van meent. Ik zit in een redelijk anarchistisch fietsclubje. Wij maken niet graag afspraken met alle gevolgen van dien. Dus elk seizoen hebben wij een aantal mensen die in het ziekenhuis belanden. En elke week discussiëren wij wel over hoe fietsen wij samen. Maar wij slagen er niet in om daar echt grote afspraken over te maken. Dus is de afspraak dat we het op deze ongestructureerde manier doen. Maar ik vind dat ook een soort van meenten, maar waar heel veel conflicten ook letterlijk en figuurlijk in voorkomen. Ik ben ook lid van een CSA, Community Supported Agriculture. Wij hebben in Antwerpen zelf nog heel weinig landbouw, maar net in de rand van Antwerpen hebben we nog wel landbouw. En we hadden onlangs het eerste feestje van met onze community. Dat was echt enorm boeiend. Dit is mijn boer. Ik heb er ondertussen een enorme goede band mee. Die produceert al mijn groenten. Elke week kan ik dat gaan afhalen. Dat is hier uiteraard ook bekend. Maar ook, ook dat voedselverhaal is eigenlijk heel inspirerend. En die toont ook aan dat het ook helemaal anders kan, voedsel produceren. Ik was hier trouwens vorige week maandag een pakhuis De Zwijger voor de première van een film over voedselsystemen. Dus ook hier in Amsterdam wordt er uiteraard veel aan gewerkt. Mijn energie komt ook van een burgercoöperatie. EcoPower was eigenlijk de eerste en nu ook de grootste energiecoöperatie in Vlaanderen, begin jaren 90 opgericht. En dat maakt, mijn energiefactuur op dit moment is €45. Dus dat is een burgercoöperatie die willen niet geld verdienen met energieproductie. Dat is een essentieel levensmiddel. En dat moet helemaal niet als koopwaar behandeld worden. Dat is iets dat ook gedeeld moet worden, geproduceerd moet worden. Maar daar moet helemaal geen winst op gemaakt worden. Goed, ik ga een paar dingen overslagen. Ik werk ook voor Commons Lab. Dat is eigenlijk een soort burgerinitiatief dat ik in 2018 heb opgericht. Ik ga daar niet te veel over zeggen, maar ook beroepshalve ben ik daar eigenlijk dag en nacht mee bezig. Wij werken in gans Vlaanderen. We zijn in Antwerpen gestart. Maar eigenlijk in gans Vlaanderen en ook in België, maar ook in gans Europa, willen we eigenlijk werken aan een soort van commons transitie. En eigenlijk een heel mooi voorbeeld dat ook heel actueel is, is heel het energiecrisisverhaal. Eigenlijk onze eerste energiecoöperatie in Vlaanderen is opgericht dus begin jaren 90. Dan heeft het meer dan 10 jaar geduurd, want ze waren echt pioniers. Ze hebben ook heel veel kennis moeten verwerven. Maar dan zagen we eigenlijk begin jaren 2000 dat er enorm veel van die energiecoöperaties overal in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en ook in Nederland, Duitsland, overal begonnen die eigenlijk op te poppen. En dat is ook een verhaal dat Tine de Moor vaak vertelt, ook een Vlaamse commons-expert die hier ook in Nederland actief is. Dus die commons-initiatieven, we zien eigenlijk een nieuwe golf ontstaan. En eigenlijk vlak voor grote crisismomenten zijn er toch altijd slimme burgers die eigenlijk zo'n crisismomenten voorzien. En het interessante is dat al die energiecoöperaties in Vlaanderen, die zijn zich nu al een paar jaar aan het organiseren. In één groot platform. In Vlaanderen is dat gebeurd, in Wallonië is dat gebeurd, op Belgisch niveau is dat gebeurd. En die hebben dat ook op Europees niveau gedaan. En die hebben ook meegeschreven aan nieuwe Europese regelgeving rond energiedelen, die nu in Vlaanderen sinds 1 januari eigenlijk in voege is. En dan zien we eigenlijk hoe dat zo'n klein burgercollectief start, zich organiseert, opschaalt, federeert en al die krachten bundelt en eigenlijk tot op Europees niveau eigenlijk heel veel impact heeft. En
Dit is één voorbeeld van hoe dat die transitie al werkt. Die transitie is volop bezig, ook in Nederland, overal in de wereld. En dat is ook heel inspirerend voor alle sectoren, voor voedsel, energie, water enzovoort. Goed, mijn conclusies. Voor mij, commoning, dat is een essentieel deel van mijn leven. Ik zou niet meer zonder kunnen. Als de meente van mij zou afgenomen worden, dan zou ik echt niet meer kunnen functioneren. In mijn dagdagelijks leven wordt structureel veel zaken gedeeld. Ook veel tijd deel ik en investeer ik daarin. Dus ik heb daardoor, dankzij die meenten, enorm veel binding gekregen met allemaal soorten mensen die ik anders nooit had leren kennen. Dus ik werk heel veel in de publieke ruimte. En daar kom je echt iedereen tegen. Vroeger, ik heb heel veel participatietrajecten gedaan in zalen zoals deze. Heel boeiend, maar ik kwam altijd dezelfde soorten mensen tegen. En eigenlijk in die publieke ruimte, daar is iedereen. En dat vind ik zelf zo fascinerend aan het meenten in de publieke ruimte. Dat heeft mijn leven volledig beheerst. En voor mij is dat ook absoluut een ideologie. En ik ben zelf een communist. En er zijn veel mensen die dan raar kijken, inderdaad, van is dat dan een soort Marxist? En wat dat communisme is, ik denk dat dat ook nog voor een groot stuk uitgedacht en vooral uitgewerkt moet worden. Maar dat is wel voor mij ook absoluut een ideologie die in Vlaanderen nog jong is en ook nog niet politiek vertaald wordt. Ik ben politiek totaal dekloos. We hebben geen politieke partij die gelieerd is met de commons-beweging. Maar voor mij is dat echt wel een noodzaak dat we daar ook echt een ideologie van maken en dat we dat ook naar de politiek ook gaan vertalen. Want we hebben die overheid nodig. Wij zitten op heel veel fronten compleet vast. Zonder de overheid kunnen wij niet ook gaan groeien. Dus ik denk dat dat super belangrijk is. Goed, tot daar mijn korte bijdrage. Feiten over het paradijs. Het is omheind. De weg erheen bespookt door taken. De dis voorbij, maar ver van veilig. De tover bijt je in de hielen. Iets kleins springt op en neemt zijn ware vorm aan. Toorn, gedonder. Vroeg of laat vindt de douane je. Alleen de leegste zielen waaien op naar de onsterfelijkheid. Jij en ik, Ficinus, en de rest van de heffen komen er niet in. Dit is een gedicht uit mijn bundel Cocagne. En Thijs heeft mij gevraagd om hier wat te lezen, omdat hij vond dat je mijn bundel heel goed vanuit het perspectief van de meenten kan lezen. En dus zowel dat er momenten van omheining als van een soort hervonden meent inzitten. En daar was ik het wel mee eens. Dus ik wil beginnen met een paar gedichten, zoals het gedicht dat ik net las, waarin die omheining naar voren komt. Dolen. De rotgang der geschiedenis begon met bouw. Arm land, wat dacht je? Dat ze murwen en nietig in het bivak zouden blijven. Elke dood een schok en honger dagelijks, soms dodelijk. Breek af dit doolhof, zeiden zij, en maak een kavel. Zo begon ons dolen. Helderte verscheen. De kleinste streep schoot naar de verte. Een zang vloog 30 eeuwen later uit het stof om ons de oren af te zagen, hier en nu, waar wij allang een eigen lering trokken. Ons alfabet, ons plaagtuig. Een borgpen voor een schommelend visioen, zolang de pot nog papt. Maar het drijft, ons narreschip, drijft het dan niet. Vallend lopen, recht de armen in van de vermoeidheid. Ja, we hapten stof. Ja, eigendomme schuld. En alles wat te vuur staat, brandt. Laat los de boze honden langs de lijnen van de tekst.
terug tot de afkomst, waar de vrede ook niet woont. En laten, vrienden, laten we een nieuwe bouw beginnen. Dank jullie wel. Helemaal zo beter, hè? Ja, prima. Nou, Thijs, interessant om van jou de meer theoretische kant van de meente te horen. En Koen, wat er praktisch al mogelijk is en wat er al gebeurt. Laten we even kort kijken in dit gesprek hoe en waar die theorie en de praktijk samenkomen. En ik dacht, we beginnen even lekker negatief, na Koens positieve, hoopgevende voorbeelden. Want een hele bekende kritiek op de Commons is dat het een beetje een naïef idee is, dat toch helemaal niet kan werken. Want als iedereen in zo'n bos maar een beetje hout gaat sprokkelen, dan is er geen bos meer over. En als iedereen zijn vee mag laten grazen, dan wil iedereen er nog wel een koe bij. En dan hebben we straks een afgegrazen veld, dus dat werkt allemaal helemaal niet. En Thijs, jij noemt deze kritiek ook in je boek. Die heet ook wel The Tragedy of the Commons. Zou je daar iets over willen zeggen? Hoe kijk jij tegen die kritiek aan? Ja, dat is inderdaad die term, The Tragedy of the Commons, dat is een bekende slogan. Een artikel was dat uit de jaren 60 van Garrett Hardin. En die beschreef, die deed eigenlijk een gedachte-experiment van stel, je hebt inderdaad een stel herders rond een gemeenschappelijk veld wonen. En die laten daar allemaal hun koe op grazen. En elk van die herder afzonderlijk, die zal denken van dat het in zijn eigen belang is om daar nog een koe aan toe, of misschien was het ook wel een schaap, dat weet ik niet meer. In elk geval om er nog een dier aan toe te voegen. En als zij dat allemaal doen, dan zal na verloop van tijd zal dat veld inderdaad helemaal kaal gegraasd worden. Dus daarom, zei Hardin, werken die commons niet en zal de commons altijd in een tragedie eindigen. Later is daarop gereageerd door Eleanor Ostrom, een grand old lady van de commons, zou je haar kunnen noemen. Zij schreef in 1990 een boek, Governing the Commons, waar ze later onder andere voor dat werk ook de Nobelprijs voor de Economie in 2009 voor heeft gekregen. En zij zei eigenlijk dat het verhaal van Hardin van geen kant klopte. In de eerste plaats omdat Hardin eigenlijk niet echt een commons beschreef. Hè? Omdat al die boeren die denken inderdaad in hun eigen belang. Terwijl een commons nou juist bestaat in het overleggen samen ook. Hè? In het afstemmen op van wat is ook in ons gemeenschappelijk belang. Dus voor zover er al een tragedie was, zei Eleanor Ostrom, is het eigenlijk eerder een tragedie van de uncommon. Hè? Dus dat er geen sprake is van commoning. Nee, dat beschreef ze dus theoretisch, maar ook historisch gezien en empirisch heeft ze allerlei gemeenschappen beschreven. Turkse vissersgemeenschappen, Zwitserse boeren, noem maar op. Die allemaal volgens die principes van de commons werkten. Die dus gemeenschappelijk een bron beheerden. En dat heel dikwijls juist efficiënter en effectiever werkte dan wanneer dat in privébezit aan de markt werd overgelaten of als daar een centrale overheid de scepters kwaarde. Dus zij heeft in wezen gewoon zowel theoretisch als empirisch laten zien dat de commons wel degelijk werken. En Koen, ervaar je dat ook zo? Bij jouw projecten zijn mensen geneigd om een beetje eerlijk te delen? Meestal wel, maar het gebeurt effectief dat er free riding gebeurt. Dus in onze gemeenschapstuin hebben we dat effectief een paar jaar geleden meegemaakt. In het voorjaar oogsten wij vlierbloesem, waar wij een siroop van maken. Die is heel gegeerd, maar dat, ik denk dat het 2 jaar geleden was. Het was vrij slecht weer in dat voorjaar. Dus het was eigenlijk schaarste. En wij hadden afspraken gemaakt over het oogsten van die vlierbloesem. Maar toch was er iemand die zei van ja, die heeft toch enkele dagen op voorhand heeft die eigenlijk voor haarzelf vlierbloesem geoogst en verwerkt tot siroop voor zichzelf, niet voor de anderen. En toen was er wel een conflict. We hebben daar dan met haar ook een gesprek over gehad, want wij waren er natuurlijk als groep niet blij mee. We hebben ook die afspraken samen gemaakt. Maar dat is wel eigen aan meenten en aan commons, dat dergelijke zaken gebeuren. En dat is ook, ik
die vrouw is mijn overbuurvrouw, dus ik moet daar ook goeiedag tegen zeggen, elke dag. Dus ik wil daar ook geen ruzie mee. Dus dan kom je in een soort van dilemma dat je toch op een fatsoenlijke manier ook probeert op te lossen. En dat lukt ook effectief. Ja, dus uiteindelijk gaat het om duidelijke afspraken maken. Dus er moeten toch wel regels zijn. Het kan niet, zoals bij jouw fietsclubje, totaal anarchistisch. Want dan is er toch niet genoeg vlierbloesemsiroop voor iedereen. En in gesprek blijven, hoor ik. Ja, we hebben in ons fietsclubje beslist om het zo te blijven doen, ondanks alle ongelukken. Ik ben er zelf echt niet gelukkig over, want ik heb al goede vrienden echt bewusteloos op straat zien liggen. Maar goed, het is aan mij om te beslissen, blijf ik in dat groepje fietsen of niet? Of zoek ik een ander groepje? Maar ja, goed, ik vind het toch ook wel leuk eigenlijk. Dus dat is een soort dilemma waar je in zit, in je eigen belang versus het collectief belang. En dat is constant het spel, het dilemma dat je organiseert met een groep mensen. Maar je moet daar niet... iedereen heeft het recht om er ook uit te stappen of in te stappen. Ja, klinkt heel dynamisch. Voor mij wel, maar bijvoorbeeld in onze gemeenschapstuin, iets wat ik zelf ook probeer te benadrukken, is dat we elk jaar opnieuw de afspraken herbevestigen, ook met de nieuwe mensen die erbij komen. Want wat dat voor de ene groep dat jaar werkt, werkt misschien het jaar nadien niet, met ook wat nieuwe mensen. Dus ik vind dat persoonlijk belangrijk om elk jaar opnieuw die afspraken terug in vraag te stellen, terug te bevestigen, eventueel aan te passen. Maar dat vergt natuurlijk ook wel inspanning van de ganse groep. Maar zo houden we het wel dynamisch. Maar daar heb ik ook wel wat weerstand tegen. Van, ja, maar wij doen dat nu toch al zo goed. En waarom dat nu niet zo houden? Ja, dat is interessant. Want ik hoor nu ook zeggen dat het brengt eigenlijk een eigen cultuur met zich mee. Die dus ook leeft, niet hetzelfde blijft. En Thijs, jij wijst er juist op in je boek. Je benoemde net al even in jouw presentatie... dat die onteigening van de meente samenhangt met het begin van het kapitalisme en ook met het begin van het neoliberalisme. Maar jij wijst er ook op van dat neoliberalisme is niet alleen maar een politiek of een economisch systeem. Dat gaat ook samen met een bepaalde cultuur. Dus ik hoor nu een bepaalde cultuurbeeld dat bij de Commons hoort. Maar er is ook een cultuurbeeld dat hoort bij het neoliberalisme. En je wijst erop van ja, heel vaak is daar weinig aandacht voor. Zou je daar iets over willen zeggen? Want als je zegt dat het niet alleen een politiek-economisch systeem is, maar ook een cultuur, dan heeft dat dus te maken met een bepaald mens- en wereldbeeld. Ja, precies. Dus het neoliberalisme, dat kennen we natuurlijk hoofdzakelijk als een economisch systeem. Wat draait om het faciliteren van markten en trickle-down economics en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd ging dat inderdaad ook gepaard met een bepaalde opvatting over het mens zijn. Hè, de mens als autonome individu, als ondernemer van zichzelf. Dat is natuurlijk iets wat ik ook eigenlijk uitgebreider in de grote vlucht inwaarts al heb proberen te beschrijven. Dat allerlei, collectieve problemen of collectieve fenomenen teruggeworpen werden op het individu. Dus als er sprake was van werkstress of zelfs in het geval van de ecologische catastrofe, dan kwam het erop aan om zelf betere keuzes te maken, om inderdaad op een mindfulnesscursus te gaan of om je afval netjes te scheiden of korter te gaan douchen en noem maar op. Er is telkens het soort van terugvallen op dat autonome, zelfvoorzienende individu. En daarom is het denk ik ook dat, hoewel het neoliberalisme al talloze keren dood is verklaard, hè, zeker sinds de economische crisis van 2008, dat het telkens blijft doorlopen. Ik spreek er ook over als een levende dode, als een zombie die, ook al is hij dood, telkens toch weer door blijft lopen. En dat heeft denk ik heel erg te maken met die verinnerlijking van dat neoliberale wereldbeeld, dat zelfs al geloven we er niet meer effectief in. En lachen we Liz Truss uit omdat ze een trickle-down economics wil introduceren, toch blijft dat interne verhaal en dat mens- en wereldbeeld, dat blijft nog heel erg dominant. En dan ben ik wel benieuwd, want net heb ik dan even, Koen, sorry daarvoor, meteen ingezoomd op het negatieve van de Commons.
De Commons bieden een ander soort cultuur dan Thijs nu beschrijft. Ervaar jij ook positieve effecten bij de mensen die meewerken? Want je hebt dus mensen in jouw wijk, die hadden misschien eerst geen gemeenschapstuin, eerst geen gemeenschappelijke regenton. Wat doet dat met mensen en met een buurt? Ik moet eerlijkheidshalve nog toch toevoegen dat Commons Lab op een heel negatief moment ook in Antwerpen is begonnen. We hebben een heel rechtskoud stadsbestuur. Bert de Wever is onze burgemeester. Ik vermoed dat jullie die ook wel kennen. Dus het is dus wel vanuit een soort negatief iets begonnen. Zeker bij mij. Ik had er genoeg van en ik dacht, ja, goed, dan gaan we onszelf maar organiseren. Maar nu is het iets enorm positiefs geworden, omdat ik zie de positieve effecten op mezelf. Ik ben denk ik aangenamer ook als collega bijvoorbeeld, ook beroepshalve. Ik ben ook aangenamer als buurman of vriend of familielid. Waar zit het er dan in? Wat brengen die meenten jou, waardoor jij opeens prettiger bent in de omgang? Ik ben onder andere iets empathischer geworden. Ik probeer ook veel beter te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Vooraleer daar eerst een oordeel over te vellen van waarom gaat iemand in weerstand bijvoorbeeld. Dus ik probeer dat eerst te onderzoeken, te bevragen bij die persoon. En ik zie dat ook in mijn omgeving bij heel veel mensen heel positieve zaken teweeg brengt. Ja, ook een soort van eigenaarschap, een trotsheid, een gevoel van ik kan hier iets betekenen. Ik ben onderdeel van een gemeenschap. En die empathie kan ik me voorstellen ook te maken, want je wees er al bij die foto's dat je te maken hebt met heel verschillende soorten mensen, meer dan je normaal gesproken hebt. Ja, dus... Het interessante is ook dat je op een duur al bijna kunt voorspellen hoe dat bepaalde mensen in bepaalde situaties gaan reageren. En dat vind ik ook leuk, van ook met collega's bijvoorbeeld, want we proberen dat ook door te trekken in onze organisatie. Als er bepaalde situaties zijn, dan kan ik eigenlijk al op voorhand inschatten van die persoon gaat nu waarschijnlijk zo reageren. Ik vind het ook leuk om daar een soort sport van te maken. Maar goed, dat is... Ook in onze organisatie, wij zijn ook een jonge groep professionals. Wij proberen dat ook op de werkvloer nu te introduceren, die cultuur. En wij zitten met heel veel verschillende collega's die uit heel veel verschillende sectoren komen. We hebben iemand die heel haar leven bij Monsanto enzovoort gewerkt heeft, om maar iets te zeggen. En die heeft een totaal andere bedrijfscultuur, heel haar leven. Die is in de 50's altijd manager geweest in zo'n bedrijven. Dus die heeft iets totaal anders meegemaakt. En ik vind dat super boeiend om met die verschillende culturen om daar toch iets gemeenschappelijks te creëren. En daarom is dat ook relevant, denk ik, vandaag de dag. Ja, dat snap ik. En als we nog even inzoomen op die Commons zelf. Ik denk, dat is alweer de laatste vraag. We vliegen er doorheen. Thijs, je gaf het eigenlijk al aan. Hè? De Commons, dat kan van alles zijn. Dus het strand, bossen, heelal, de digitale wereld. Maar ook... zaken als kennis en taal. Koen, als ik jou zo hoor over Antwerpen, dan zie je eigenlijk de hele stad als een meent. Waarom is dat eigenlijk zo voor jou? Ja, ik vind dat gewoon heel uitdagend om daarover te filosoferen. Ik ben geen filosoof, ik ben een Wikipedia-filosoof. maar ik vind dat buitengewoon boeiend om dat is eigenlijk een mindset, een frame, een ander frame om naar die stad te kijken. Ik ben al vrij lang ook met stadsontwikkeling enzovoort bezig. En voor mij ging er toen een wereld open. Dus eigenlijk het plaatje dat ik heb overgeslagen, we hebben ook een voedselraad opgericht om eigenlijk ook na te denken over andere governance van de stad, waarbij dat wij allemaal als gelijkwaardige leden van die... Alle inwoners zijn leden van een gemeenschappelijk goed en wij zijn allemaal verantwoordelijk. Gewoon als gedachte-experiment alleen vind ik dat super interessant. En dat betekent dus ook een heel ander burgerschap, heel actief burgerschap, wat absoluut niet evident is vandaag de dag, want heel veel mensen, niemand heeft tijd. Dus ook niet om voor de stad te zorgen. Dus daar kun je oneindig veel wegen mee uit. Alleen het ingewikkelde is, dan komen we wel echt in confrontatie met de stad als stadsbestuur, alle overheden. En dat is natuurlijk een heel boeiend gegeven. Ik snap dat die praktische kant lastig kan zijn, maar interessant om te horen
door wat voor lens jij eigenlijk wel naar je stad kijkt. En Thijs, daar wil ik eigenlijk mee eindigen bij jou. Want jij stipte net ook al aan. Het is een andere lens waardoor je kunt kijken, waardoor de realiteit ook verandert. Hoe zou Amsterdam eruit zien als we de hele stad als een meent zouden zijn? Wat zou er dan zo veranderen? Dat klinkt is een hele grote vraag om mee af te sluiten. Maar hiermee combineer ik eigenlijk alle vragen die ik nog had willen stellen. Wat gebeurt er met ons, Thijs, als we de wereld meer als meent gaan beschouwen? Dat is inderdaad een grote vraag. Nee, goed, ik denk het simpelste antwoord zal zijn dat de huizen een stuk betaalbaarder zouden zijn. Waarschijnlijk de samenstelling van de bewoners van de stad diverser zal zijn. Want we kennen natuurlijk het verhaal van gentrificatie. Amsterdam absoluut ook een voorbeeld van is. Waarbij je juist ook ziet dat er eigenlijk waarde die gemeenschappelijk wordt gecreëerd en wordt gegenereerd, wordt afgeroomd of inderdaad wordt onteigend. Dat bekende dynamiek dat oude industriële wijken of zo, een Amsterdam-Noord of zo, daar komen kunstenaars, creatievelingen wonen. Daardoor wordt die wijk hip en aantrekkelijk. De term lokhipster noem ik op een gegeven moment nog in het boek. En vervolgens komen natuurlijk de vastgoedjongens en die zetten daar hun appartementen neer of ze kopen gewoon dat wat er al is. En vervolgens worden die mensen die daar dus wonen, die worden in feite verdreven. Die kunnen daar de huur niet meer betalen of die kunnen daar geen huis meer kopen. En dan zie je dus eigenlijk dat inderdaad zo'n waarde, die niet alleen een economische waarde is, maar ook de waarde van wat maakt een stad inderdaad leefbaar en wat maakt een stad aantrekkelijk en prettig om te wonen. Dat is natuurlijk een waarde die je niet genereert door iets te bouwen of door ergens in te investeren in economische zin. Maar inderdaad door het leven wat wij gezamenlijk als het ware in die stad stoppen. Maar die waarde die wordt vervolgens onteigend en die komt dan in de handen van Prins Bernhard en zijn vriendjes. Ja. Nou, deze conclusie, hè, dat er wel degelijk een alternatief voor het neoliberalisme mogelijk is, lijkt me een prachtige boodschap om dit gesprek mee af te sluiten. Veel dank, Thijs en Koen. Hanna gaat nog een paar gedichten voordragen en daarna is het tijd voor de borrel. Ja, ik wil nog twee gedichten voorlezen die gaan over twee praktijken die je denk ik wel communistisch zou kunnen noemen. Hoewel ze wel heel parasitair zijn op een kapitalistisch of in ieder geval een systeem van bezit. Namelijk tafelschuimen en arelezen. Ik weet niet of dat bekende termen zijn. Tafelschuimen is als je in een restaurant of vaak terrassen mensen eten laat staan en dan heb je mensen, radicalen vaak, die dan daar, of ook daklozen of wat dan ook, die dat eten wat er nog staat, opeten of zich toe-eigenen. Ook dumpster diven is een vorm van tafelschuimen, dus na markten en zo het afval, wat nog heel goed bruikbaar is, verzamelen. En eigenlijk de klassieke vorm hiervan is arelezen. Er waren ook wetten over, volgens mij in de Mishnah, dus de commentaren bij de Joodse Bijbel, zijn enorme uitweidingen over wanneer je precies de aren die op het veld staan na het oogsten, dus blijft altijd een klein beetje over. Arme mensen hebben het recht om die voor zichzelf te verzamelen. En als eigenaar van dat veld heb je de plicht om in dat gebruik te voorzien. Goed, hier gaan mijn gedichten over. Arelezen. Zoals mijn geest daar wervelt, is het moeilijk vrede sluiten met een rijk waar ik niet in de bak hoor. In alle eerlijkheid, ik vrees het. De oude gang was strafbaar, maar grotendeels toch aan het zicht onttrokken. Hoe weet ik zeker dat we klaar zijn om een kleur te krijgen in het veld? Daarom eten laten staan en tunnelen. Daarom treuzel. Ik denk dat ik het kan, maar kan het? Is het erger dat de bloem me opslokt
of ik vermager tot mijn streven. Terug in de fik en in de scherven blijven bijten. Knak onder de wilde van mijn hoed. Gehard blijf liggen. Scharen die klinkers rekt, schavuiten, kom me een nieuwe bak vertellen. Op het moment dat je recht je overmand, bedenk dat het niet echt van jou is. Of de schalk zegt, onthoud dat je troep bent. Als ik niet aanhaak, verraad ik mijn status. En anders verkwansel nuance. Ontelbaar de risico's, zeer lastig kiezen. Dit is mijn verborgen boodschap. Gratis beschikbaar voor iedereen. De oogst is gedaan, maar het veld staat nog vol. Je moet pakken, vol proppen je tas. Toen we elkaar daar aarzelend samenraapten, aan de akkers onvaste randen, daar in de rij voor vrije verstrekking, werd geboren onze macht. En dan het laatste gedicht vormt een hele mooie overgang naar de borrel. Het heet Nalezingen. Disgenoten. Liggen de dagen van schepping werkelijk achter ons? In een notendop kwam ze, haar koetsje. En ik woon sinds die tijd in het bos, waar blijdschap mijn deel is. De parasiet der bloemen diepste kleur, die in de druif dat donker smaakt. Wie kon verkiezen boven jullie wijnpoel werkende rivieren, die naar rust nooit voeren en wier oever eindeloos een achterland bedient. Tussen afzetmarkt en afvalbelt ziet de kans de schooier schoon. Tafelschuimers worden niet geboren, maar gemaakt. Ik was alleen op de markt en liet me berispen. Het eeuwenoud recht van de armen verschanst in de steeg voor de arm van de wet. Zij is het die mijn lichaam int voor slapen en dat donker droomt. Die iris vol met platgeblazen bloemen is de hare en in haar dans danst ze mij. Die dommelende rook van toeval die het feest heet kan van jou ook zijn. Kan je eten en jezelf tot vierder scholen. Genot is der droeftoeters levensbloed. Het is niet veel, maar sappig is het wel. Haar alfabet verwijst er vaak naar. En als haar spreuken werken, is dit mijn vermogen ook. Hefbokalen, doe het gauw, want achter me wordt weer gegeten. De dans gaat door. Ik moet me excuseren. Dank u wel.